Koen Bosma terug na een schorsing van 3 wedstrijden na een rode kaart. Hij speelt tegen zijn oude club, VVSB uit Noordwijkerhout dus. Tom van der Brink is niet van de partij, net zo min Melvin Grootvaam. Grootvaam geblesseerd. Balverlies bij AFC op het middenveld bij aanvoerder Merit Jansen. En dan komt VVSB er razendsnel uit via Mikey Parami, de man van de goal tegen FC Den Bosch. Maar die counter wordt niet goed afgerond en doelman Lasse Sandel kan de bal rustig oprapen. Vrije trap dan voor Bosma. Dat is iets wat hij kan en dat scheelt niet heel veel. De vingertoppen van Ronald van der Meer maken er een hoekschop van. Gert-Jan Termieris links maakt aantekeningen. Spits van Koninklijke HFC. De Haarlemmers spelen aan het einde van de competitie nog zowel tegen VVSB als AFC. Grote kans voor Koopman. Uit de doelmond weggewerkt. Daar kwam AFC bijna op voorsprong. Gasten ook de betere ploeg in die eerste helft. Lange bal weer richting Koopman op het hoofd. Neemt de bal daar, lijkt het, met de arm mee en schiet hem dan in het lege doel. 1-0 voor AFC. Na 26 minuten spelen protesten aan het adres van scheidsrechter Norio, van aanvoerder Josic, die gebaart ook. En Koopman inderdaad op de rechterbovenarm. Maar hij krijgt het voordeel van de twijfel en de treffer telt zijn 12e doelpunt deze competitie. VVSB dan weer. Simpel de afvallende bal opgepikt. De Rijk met, ja, wat is het, een schot? Is het een voorzet? Gaat er in ieder geval niet in, want bij de tweede paal kan ook Stefan Krijvanger er net niet bij komen. Biberoglu. Edip Biberoglu. Buitenom of binnendoor, het is het laatste. Het schot is heel aardig, maar doel net te hoog gezocht. Veel publiek op Sportpark de Boekhorst. Natuurlijk ideaal voetbalweer. En zij zien de volgende vrije trap van AFC. Van Sutorius dit keer. Sutorius en de redding van Van der Meer. Logisch tevreden. Assistent Moemane naast zich. Wedstrijd loopt zoals het moet lopen. Belangrijke wedstrijd natuurlijk voor AFC. Dat toch een mindere periode achter de rug heeft. Maar weer balverlies op dat middenveld. En dan is Serboni weg. Weer dus VVSB in de counter. En Sandoor voorkomt daar de gelijkmaker. Het is de 45e minuut van de wedstrijd. En zo gaan we rusten met een 1-0 voorsprong voor AFC. Maar dan in de tweede helft. Pijn bij Sutorius. Beetje ongelukkige actie met Parami, maar hij kan niet verder. En dus moet Mitchell Teuns snel het shirt aantrekken om in te vallen. Vroeg in de wedstrijd verloor AFC ook al Mark van der Boogaard. De tweede noodgedwongen wissel dus. En VVSB wordt sterker, wordt dreigender. En Sandoor krijgt werk aan de winkel. En Sjakison voorkomt dat Parami daar in de rebound scoort. Maar weer daar VVSB via de Rijk helemaal vrijgelaten. De voorzet en dan binnengelopen met het nodige fortuin. Maar ook die tellen door Parami. En zo is het na 71 minuten spelen 1-1. En dat is op basis van het speelbeeld verdiend. Daar zit Sutorius met een pijnlijke enkel. Hij ziet het met leden ogen aan. Corner voor VVSB dat de druk verder opvoert. Kopballetje niet zo moeilijk, maar tegen de paal. En dan is het Serboni met de 2-1. In de 80ste minuut. En zo geeft AFC de wedstrijd volkomen uit handen. Sandoor zit er niet lekker bij. En dan is het een koud kunstje om hem alsnog over de doellijn te tikken. Bosma. Nu moet AFC weer komen. Bij die achterstand. Bal blijft daar hangen. En dan Jansen. Jansen van dichtbij. Het is geen fraaie goal voor Merit Jansen. Maar wat geeft het? Net op het moment dat je denkt dat AFC alles verspeelt, brengt de aanvoerder weer evenwicht in de score. 5 minuten nog te spelen. En de dreigende nederlaag lijkt te zijn afgewend. AFC. Met het schot van Biberoglu. En daar is de keeper niet lekker. En Matthijs Jessen. Hij staat koud 3 minuten in het veld. Of hij maakt 3-2 voor AFC. Wat een miraculeuze wending in de slotfase van dit duel zeg. Grote vreugde natuurlijk bij AFC, want dit is echt oh zo belangrijk.
in de strijd om een plek bij de bovenste zeven. Maar de spanning is daar nog op de bank bij AFC. Nog een vrije trap van Kruijvanger, maar de doelman Laszlo Sandor heeft hem. AFC wint miraculeus met 2-3. Het is een lekkere overwinning denk ik voor het team. Ik ben blij dat ik daar stond op dat moment. Het is me vaker gebeurd dat ik doorloop op de keeper. En ik denk dat er misschien wel een gevaarlijk wapen van is geworden. Hoe het uiteindelijk tot stand komt nu is wel een beetje gelukkig, maar dat mag ook wel een keer. En heb je zo'n jong jochie die matchwinner wordt? Ja, dat is leuk. Dat is leuk voor hem. Kan hij meenemen in zijn ervaringen, in zijn herinneringen. Is het een verdiende zege of maakt het jou dat helemaal niks uit nu? Het maakt me echt helemaal niks uit. Ik ben hartstikke blij en we gaan het vieren met de boys, denk ik. Dus het komt vast goed.